Alkmaar viert overwinning op de Spanjaarden. Dit is Noord-Holland Nieuws van zaterdag 8 oktober. Goedenavond. En dan gaan we even naar het nieuws van 1573. Na een belegering van ruim anderhalve maand door de Spanjaarden wordt Alkmaar op 8 oktober ontzet. Dit jaar wordt die bevrijding voor de 150ste keer gevierd. En dat is reden voor een extra groot victoriefeest met een heel bijzondere eregast. Ondanks de dreigende wolken en de plensbuien was toch ook de lucht feestelijk aangekleed voor het jubileum van het feest van Alkmaar ontzet. Omdat de Alkmaarders in het gevecht met de Spanjaarden ook goed moesten eten, starten de kinderen de feestdag traditioneel met een goed ontbijt. Wat voor feest is het vandaag? 8 oktober. En wat is dat dan? Alkmaar ontzet. Omdat we van de Spanjaarden hebben gewonnen. Elk onderdeel van het feest wordt opgeluisterd door het trompetterkorps uit Alkmaar. En zij hebben dit jaar ook nog eens extra reden om feest te vieren. We bestaan dit jaar 45 jaar. In 66 zijn we begonnen. En 45 jaar jong zou ik zeggen. Bij ons is het zo, als je aan het eind van de straat staat en ze staan in het begin van de straat en je staat dan te wachten, dan hoor je de eerste signalen, hoor je en denk je, ah, ze komen eraan. De echte fans zeggen dat er zonder TK geen feestje is, dus dat zegt genoeg, denk ik. Maar ook de traditionele kinderoptocht zorgt natuurlijk voor een feestelijke stemming in Alkmaar. Waarom hebben jullie die mooie helm op? We zijn een brandweer.